De tijd gaat snel. Heel snel, als ik zie wie er naast mij zit. En als ik denk aan mijn kinderen die in de zetel aan het kijken waren naar haar en supporteren. Laura Omloop. Hallo. Hoe is het met jou? Goed, met jou? Maar zeer goed. Neem ons eens mee, terug, in de tijd. Oh, het is al... Waarvan moeten we jou kennen? Ja, lang geleden ondertussen, hè, 2009, heb ik ooit nog meegedaan aan Junior Eurosong. En dan heb ik nog een tijdje muziek gemaakt en dan een tijdje eventjes niks gedaan. En nu net terug een nieuw nummertje uitgebracht. Ja, met welk liedje ging jij naar Junior Eurosong? Zo verliefd. Ja, doe eens een klein stukje, dat we terug... Ik kijk heel diep in zijn ogen en zie duizend regenbogen en ik voel me komt het. Zo orlee, orlee, orlee. Je kan het nog, jodelen. Ja, 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 het lukt nog, absoluut. Waar heb je dat geleerd destijds? Dat is heel stom, maar ik heb ooit een filmpje gezien op America's Got Talent van een meisje die dat ongelooflijk goed kon en ik moest en zou dat kunnen. En de eerste twee weken was dat een geklungel met de tong die niet wist waar ze heen moet, maar daarna lukte dat en we dragen het nog steeds mee. Ja, ga je het nog doen in de toekomst? Wel, stiekem wel. Het is zelfs zo dat de volgende single echt een jodel-single gaat worden. Dus een beetje zo een throwback naar Junior Eurosong. Ook een beetje zo dezelfde stijlmuziek. Dus ja, wel tof. Ja, we gaan kijken naar jouw nieuwe song. Hier ben ik thuis. Mm-hmm. En die thuis is ook te zien in de clip, denk ik. We gaan kijken. Laura Omloop. Laura Omloop is hier bij ons. Wat zijn we blij dat ze opnieuw zingt. Het was een tijdje geleden, van 2009, Junior Eurosong. Ja. Maar nu is het terug, 2023, met Hier ben ik thuis. En daarnet keken we naar de clip. Mm-hmm. Thuis is voor jou Lier. Dat klopt. Waar is die clip gedraaid? Wel, echt in het Stadsmuseum van Lier en dan een beetje daarbuiten ook. Maar het Stadsmuseum van Lier, ik ga het eerlijk toegeven, ik was er nog nooit binnen geweest. Schandalig eigenlijk als je daar geboren en getogen bent. Maar we mochten dan die clip daar gaan opnemen. Dat was echt een mooie ervaring, want het is ook gewoon echt oprecht een heel mooie locatie. Vind ik ook. Dus Lier heeft die clip betaald. Ja, betaald. Het is een beetje een promotie eigenlijk naar Lier toe. En ik hoop natuurlijk ook dat het de mensen een beetje aanspreekt om er naartoe te gaan, want dat is echt wel heel mooi. Ja, je woont er al je hele leven? Ik heb daar gewoond tot, net voor Eurosong. Mm-hmm. Dus dan was ik een jaar of 10. En dan zijn we een tijdje naar Berlaar-Hijk aan het verhuisd. Voor mij ook wel heel belangrijk, want daar is eigenlijk het hele Eurosong gebeuren gebeurd. En nu woon ik net buiten Lier, Boeghout. Maar nog steeds, als wij s'avonds iets gaan doen, is dat altijd in Lier. Ja, een vraag die je ongetwijfeld al kreeg en nog zal krijgen. Mm-hmm. Waarom ben je gestopt zo lang met zingen? Oh, dat is een moeilijke, want ik heb eigenlijk tot mijn 15 heb ik echt volle bak gezongen, heel veel opgetreden. En dan natuurlijk moest ik ook nog afstuderen aan school. Dat had dan natuurlijk ook een beetje voorrang. Als? Ik heb economietalen gestudeerd en ik ben daarna dan naar de Unif gegaan voor Russisch-Duits te studeren. En dan na een half jaar kregen wij plots thuis te horen dat mijn zus kanker had gekregen. Mama was ziek geworden en dan heb ik eigenlijk voor mezelf ook een beetje moeten uitmaken van kijk, het is mentaal eventjes nodig van een beetje gewoon rust te nemen en er voor elkaar te zijn. Maar je hebt diep gezeten, hè, Laura? Ja, toch wel hoor, absoluut. Maar des te meer met een lach sta ik er vandaag. Mm-hmm. En ik heb nu ook zo echt het moment dat ik zeg van nu voel ik me echt wel goed en positief. En nu kan ik de mensen die positiviteit ook geven. En dat kon ik niet in die tussenperiode. Dus ik ben blij dat het met iedereen sowieso goed gaat. En dat we er terug volle bak tegenaan kunnen. En op welke manier heb je die kracht teruggevonden? Oh, ik denk sowieso het feit dat mijn zus dan uiteindelijk genezen werd verklaard. Dat voor mij al een hele opluchting was eigenlijk. Hè. Mijn mama die is ook ziek, maar die heeft meer een auto-immuunziekte. Dus dat is iets, dat is de ene dag goed, de andere dag niet. Maar ik denk als je zo'n klappen moet incasseren en het komt uiteindelijk wel goed, dan sta je er gewoon terug. En des te dankbaarder ben ik ook gewoon vandaag. Mm-hmm. En neem je repertoire van toen terug mee in de zaal? Ja, absoluut, absoluut. Ik moet zeggen, Zo verliefd van Eurosong is en blijft mijn laatste nummer van de set. Op dezelfde toon nog? Absoluut. Ah. Ja, ja, ik denk dat ik het zo gewoon ben van vroeger dat het gewoon blijft lukken. Maar dat is zoiets, ik kan niet optreden zonder dat nummer te zingen. Ook omdat mijn leeftijdsgenoten dat verwachten eigenlijk. Ze kijken daar ook echt naar uit. Op het moment dat je dat aankondigt, gaat de hele zaal eigenlijk al los. En ze zingen het eigenlijk nog steeds van voor tot van achter mee, zonder dat ik zelf nog heel veel moet zingen. Dus dat is echt altijd zo een moment van ultieme happiness. Het zou wel zijn. Ja. En waren er al optredens met het nieuwe nummer? Ja, absoluut. En het was ook erg leuk, want het nummertje was eigenlijk nog maar net een weekje uit en ik moest gaan optreden in Lier, toevallig. En er waren allemaal kindjes van 12 jaar, dus ik had verwacht, die gaan
dat misschien nog niet goed kennen, maar er stonden dan werkelijk kindjes op de voorste rij van voor tot van achter mee te zingen, dat ik dacht van, dat is toch wel een leuk moment. Ja, want dat podium moet je toch ook wel gemist hebben. Ja, maar het is ook wel eventjes onwennig terug, hoor. Het is, vroeger heb ik nooit stress gehad. Als kind heb ik daar denk ik nooit bij stilgestaan. Maar nu, zo de aanloop naar een optreden en het optreden zelf, ben ik echt één grote stresskip. Ja, want dat mag, hè. Ja, maar dat gaat wel weer over, dat gaat weer over. Blijf bij ons. We kijken eerst nog naar een beetje muziek. Het was al een schatje aan de zijde van Stan van Samang bijvoorbeeld. Het was een heel mooi duetje en ook op het podium. Het is nog altijd een schatje, ik mag dat toch zeggen, hè? Zeker. Laura Omloop. Zeg, hoe sta je in het leven? Heb je een job? Heb je een partner? Absoluut, absoluut. Toen ik eigenlijk ben gestopt met alles en ik ben dan thuis een tijdje voor iedereen mee gaan zorgen, heb ik achteraf ook bewust de keuze gemaakt van gewoon een keer voltijds te gaan werken. Mm-hmm. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk een kinderdroom geweest van mij. Want 15 jaar, je wilt graag een jobstudentje worden ergens zo in de winkel iets gaan doen, maar dat ging niet. Met de naam natuurlijk, omdat je zoveel optreden zat, dat mocht dan eigenlijk niet. En ik was doodgelukkig de dag dat ik zo mijn eerste dag gewoon kon gaan werken. En nu nog steeds, ik werk in de verzekeringssector, dus dat is natuurlijk wel iets heel anders. Maar ik studeer heel graag en ik leer nog elke dag heel veel bij, dus dat is wel heel Maar je leuk. Wordt herkend, denk ja, ik dan toch? Ja, absoluut. Maar natuurlijk, omdat het zo een aparte sector is, zeg maar, is dat net iets minder, omdat dat, verzekeringen, dat is zo meer. Mensen verwachten niet direct iemand uit de evenementensector die daar gaat werken. Maar ja. Kijk. En je hebt een partner? Ook, absoluut. Al 8 jaar ondertussen. Ja, dan heeft hij het moment meegemaakt, of zij, hij? Mm-hmm. Hij? Hij, ja, dan heeft hij het moment meegemaakt waarop je zei van, ik wil terug dat podium op. Ja, absoluut. En ik moet zeggen dat het ook wel echt door hem is en door mijn hele familie eigenlijk, dat ik het terug ben gaan doen. Ik heb daar heel lang over getwijfeld. Maar dan is er toch zo'n moment geweest dat iedereen zei van, het is zo jammer dat je kan zingen, dat je dat kan doen en je doet er niks mee. En dan heb ik voor mezelf toch ook wel even uitgemaakt van, kijk, doe ik het graag? Ja, absoluut. Dus we moeten daar terug iets mee gaan doen. Vertel het eens, op korte, lange termijn. Wat krijgen we nog te zien en te horen van Laura Omloop? Nog veel hoop ik, hè. Ik hoop nog veel. We zijn echt wel heel veel songs aan het maken nu. De jodelsong die er dan binnenkort ook gaat komen, wat voor iedereen ook wel een beetje nostalgie gaat zijn. Maar het is echt wel de bedoeling om te werken naar een album toe en om gewoon te blijven optreden en er gewoon volle bak voor te gaan. Laura Omloop, met die mooie glimlach, die is gebleven. Bedankt voor je komst en succes. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.